Moet je eerst turnen op het Järvingen. Het Nederlands kampioenschip turnen. En het is dan wel spietig dat we toch praten moeten over een zwier devaluaire toernooi. Want de echte turntoppers die ontbrutsen vanwege allerhande redenen. Maar de meesten toch gewoon vanwege blessureleed. Ze had onder oren Nederlands beste turner Epke Zonderland een ontsteking onder het schouder. Hij dacht toen ik net mooi, maar ziet wel gewoon op de tribune. Sneun wie de meerkamp. Wij wien bij de tastelfinales op Snoei. Hij stiet nog wel met een grote foto op de onkundiging, maar Epke Zonderland met het NK krijgt als vliene hier om hem voorbij gaan litten. Wie het vliene hier nog een ankelblessure, nou is het een schouderblessure die te verzwargt dat hij op de tribune plak nemen mat. Spietig vooral ook voor broer Herre Zonderland, die het in de organisatie zit. Hij was de eerste die het wist, ik heb hem meteen inlichten, maar ja, hij viel dat ik wel langzaam aankom. In eerste instantie zie ik het niet, ik had niet verwacht dat ik net meisje kende dan. Maar ja, het herstel duurde steeds langer, dus hij viel dat ik wel aankom. Maar wel heel erg jammer natuurlijk dat ik net meisje dan. En dus ben er op dit NK geen Friese turners die bij de senioren in actie komen. Wij rochten ons vooral op de vrouwen en dan benamen op de turnsters die uitkomen van sportstijd Järvingen. Het grootste talent, de 15-jarige Celine van Gerner, rekken op de vreed vooral geent het NK blessure onder knibbel en zij is er dus net bij. Maar dan is er nog wel Joy Goedkoop, de 16-jarige turnster uit Raalte, die zo'n 2 jaar bij Järvingen traint. Je hebt nevens haar trainer Gerben Wiersma bij de nationale top. Ze kan nog volle beter en ze is dus nu al bij de beste trui van Nederland. En ik hoop dat ze nu een hele periode heel goed terugtraint. En dan ben ik benieuwd of hier we komen. Ik denk dat ze dan zelfs nog wel wat plakjes op mijn heugen scoren kan. En om die aspiraties kracht bij te zetten, had Joy Goedkoop haar maar liefst pleert voor alle tastelfinales. Als eerste komt ze dan in actie op het onderdeel sprong. En dat gaat goed. Deze uitviering is, nevens de jury, goed voor een score van 13.925. En dat is dan de derde score en dus een bronzen medaille voor Joy Goedkoop. Op Breggen valt ze krek boeten de medailles, maar op de balken is Joy Goedkoop absoluut favoriete van goud. En het gaat ek lang goed. Maar dan valt ze van de balken op en kan ze een medaille definitief uit de hollen zetten. Dat is inderdaad wel jammer, ja. Ik had graag daar een gouden plak gehaald, maar ja. Ja. Wat gaat er dan mis op zo'n moment? Dan gaat er toch te veel spanning misschien? Nee, absoluut niet veel spanning, maar gewoon het is net ja, erop of ernaast. En dan, ja, het ging net heel ietsje scheef en toen kon ik hem niet meer houden. En, ja. We maken even een uitstapje naar de Molie, want dit is Daniel Knibbeler, eind jeugdtrainer bij Järvingen, maar na het voortvallen van Gerard Speerstra en Ian de eindverantwoordelijke bij de Molie en dus ook van Epke Zonderland. Een rol dat Knibbeler in eerste instantie wel even onwennen moest. Het was voor mij heel onverwacht. En het was ook zeker niet mijn keuze. Maar uit de situatie die is ontstaan, ben ik inderdaad nu hoofdverantwoordelijk voor de hele herengroep in Heerenveen. Je zei net van ja, het was zeker niet mijn keuze. Daaruit proef ik een beetje dat je niet zo heel erg gelukkig mee bent. Nou ja, Gerard was een hele goede collega en ik vind het heel jammer dat hij weg is. Dus het was niet mijn keuze dat hij weg moest. Siname is al een paar keer van. Die van Gerard Speerstra, de oortrainer van Epke Zonderland, is als taskoger onwezig op dit NK en stapt deze week nog op het vliegtuig naar Iran om daar de grootste talenten kleer te krijgen voor het WK in Rotterdam. Hun programma is nagenoeg klaar. Het enige wat ik nog wat ze van mij verwachten is de boel bijschaven, technisch verhaal verder afmaken en zorgen dat het eigenlijk klopt. Voor Epke Zonderland is de nieuwe situatie van Ian trainer in de persoon van Daniel Knibbeler, plus de ondervinding van 2 boeteloze coaches, een nij fenomeen. Ja, het zou inderdaad perfect kunnen wijzen, maar ja, moeten we nog even afwachten. Het is een garantie van goud. Er zijn wel een hele goede kans. Ik heb in ieder geval een heel goed gevoel bij Sadao. En ik heb echt het gevoel van dat hij de perfecte voorbereiding van mij kan treffen. Voor die gouden plak. Dus ik heb er wel zin in. Welke gouden plak of welk toernooi hebben we het dan hoor? Ja, daar hebben we toen de Olympische Spelen. Hè? Gaan wij weer om naar Joy Goedkoop. Dit is haar vierde en laatste onderdeel, vlier.
En goedkoop had haar knap hersteld van de teleurstelling op de balken. En liet hier een prima oefening zien. Een oefening die uiteindelijk goed is voor brons. En op het Nederlands kampioenschip pakt Joy Goedkoop in totaal 3 bronzen medailles. Op een meerkamp, op sprong en dus op dit onderdeel, vlier. Maar er zit nog volle meer in. Goedkoop hoopt het stiekem meidwand te kennen om het wereldkampioenschip in Rotterdam. Ja, ik moet mijn programma hier en daar nog wat verzwaren. En nou ja, stabiel worden en nou, dan moet het denk ik ook wel goed komen. Ja, ik baal natuurlijk aan de ene kant wel. Hè, want er zit nog meer in dit famke. Maar ik denk dat voor haar brons bij de senioren, dat is gewoon dan gisteren dus bij de top van Nederland. Dus dat is gewoon op zich hartstikke goed natuurlijk. Jij bent erbij in Rotterdam? Ja, ik zeker weten. Op 28 augustus.